Ja, welkom op, uh, op deze dinsdagavond 15 februari. We hebben een uh, heel mooi webinar uh, met elkaar hier voorbereid. En dat webinar gaat over veilig optreden bij incidenten met aardgas of elektriciteit. En misschien zou, misschien zou een betere titel zijn, samen veilig optreden bij aardgasincidenten uh, of incidenten met uh, elektriciteit. En dat samen, dat zal uh, deze avond uh, behoorlijk de nadruk vormen. En dat doe ik niet alleen. Uh, ten eerste hebben we hier een aantal mensen aan tafel zitten... maar ik wil ook even speciaal nog de aandacht uh, vragen... voor een van de mede-ontwikkelaars die niet in beeld zit... maar wel een klein beetje achter de schermen met ons meekijkt. Dat is mijn collega uh, decaan uh, Jaap Molenaar. Hij heeft hier een uh, behoorlijke stem ook in gehad... en ik vind het wel even prettig om ook uh, zijn uh, naam hier even te noemen. Uh, in dit webinar hebben we een, uh, een aantal partijen die met... Uh, elektriciteit met incidentbestrijding en het veilig samen optreden uh, van doen hebben. En als eerste wou ik mijn tafelgasten hier uh, welkom heten. En Henry, zou jij Scott even willen zeggen wie je bent en uh, wat jouw expertise is? Ja, ik ben uh, Henry Klok. Ik uh, ben installatieverantwoordelijke bij Tenet. Tenet is het uh, bedrijf wat het landelijke hoogspanningsnet in beheer heeft. Dus alles vanaf de 110 kv tot de 380 kv uh, netten hebben wij in ons beheer. En ik uh, zit hier ook omdat ik uh, ja, samen met Tennet en met deze gasten aan tafel uh, samenwerking heb gedaan uh, om te kijken hoe gaan we om met elkaar uh, bij incidenten. Kijk nou, en 380 kv hoor ik je noemen, dan ga, ga ik gelijk door even naar, ja. naar, uh, naar Jeroen als je dat soort getallen hoort. Ja, dan, uh, dan schrik je als brandweer denk ik wel even als je daarvoor staat uh, eh, of even in het kader van veiligheid uh, hebben eh, en dat je dan die situatie veilig moet stellen. Nou ja, dan zijn er wel wat dingen. Ik ben uh, Juran Antoons, werkzaam bij, binnen de, de Veiligheidsregio Drenthe. En uh, voorheen was ik uh, voor vakbekwaamheid bezig. Vanaf 1 januari mag ik mijn projectleider uh, digitale ontwikkelingen uh, uh, noemen. Maar voor de tijd is het al begonnen he, met vakbekwaamheid samen met Rob. En deze ontwikkeling uh, is daar uh, ja, het product van, noem ik het maar even. Ja, schitterend fijn om ook je, zeg maar, een beetje de, de, wat zal ik zeggen, de, de aandrijfkracht achter deze, uh, ja, dat... de, deze webinar ook even erbij te hebben. Maar je bent niet alleen uit de regio Drenthe gekomen, Raymond? Ja, ik, ik ben ook meegekomen vanuit, vanuit Drenthe. Mijn naam is, is Raymond Gedding, collega van, van Jeroen, afdeling Vakbekwaamheid. En wij waren onder andere een beetje de, de kartrekkers, De samenwerking met, met Inixus, de netbeheerder in Drenthe. Uh, vandaar dat we daar zitten. Daarnaast repressief actief in, in bijlen en in assen. Kijk aan, Dan, dankjewel. Fijn dat jij er ook bent, Raymond. En dan maken we weer het bruggetje naar de netbeheerders. Rob? Ja, goedenavond. Uh, nou ja, Rob van Hoof, uh, coördinator crisismanagement binnen regionaal netbeheerder Enexus. Uh, mijn rol is vooral om de samenwerking met uh, veiligheidsregio's, brandweer, politie, uh, te optimaliseren. Uh, veilig optreden. Het is al vaker gezegd: uh, in een incident werken we veel samen. En het is de kunst om op het raakvlak van samenwerking uh, samen de beste prestatie neer te zetten. Kijk, nou, volgens mij een, een, een mooi stel om. In een, een gesprekssetting toch eens even met elkaar te kijken van wat zijn de hoofdlijnen van een veilige samenwerking hè, rondom incidenten bij, eh, bij gas of elektriciteit. Maar ook wel een beetje met elkaar te kijken van en wat is nou nieuw, wat hebben we toe te voegen aan hetgeen er al was. En misschien eerst aan jou de vraag Rob. Hoe is dit initiatief zo gelopen? Uh, kan je daar een klein beetje context over geven? Ja, ik zal het proberen kort te houden. Uh, we hebben in 2016 uh, een aantal incidenten meegemaakt. Uh, waarin uh, tijdens gezamenlijk optreden tussen brandweer en Enexis... toch een aantal uh, pijnpunten naar boven kwamen. Uh, ik ben de laatste die uh, wil oordelen over optreden van brandweer. Maar wij hebben ons als uh, Enexianen in ons geval uh, te houden aan, aan regelgeving: uh, FIAG voor aardgas en de, de bij voor elektriciteit. Nou, en uh, door uit te leggen waarom wij handelen, uh, het hoe en het waarom, uh, ja, krijgen we er ook wederzijds begrip door, waardoor uiteindelijk ook die samenwerking steeds beter uh, ja, verloopt. Kijk, en dat is een beetje de bijdrage vanuit, vanuit de, net, de samen, netbeheerder. Ja. Het is overigens wel zo, ik uh, ben een ex-chaan, maar uh, het is natuurlijk wel zo dat ik uh, namens uh, eigenlijk alle uh, netbeheerders, zowel regionaal als landelijke netbeheerders binnen Nederland, uh, ja. uh, spreek. Kijk aan, het is een gezamenlijk product. Oké, okay, dat vind ik, vind ik een mooi brugje. Misschien ook even naar, naar Jeroen of Remon, Een Enixiaan die samen namens de netbeheerder spreekt. Is dat voor jullie ook het geval, ik, Raymond? Uh, ja, we hebben natuurlijk te maken met, met verschillende netwerken of netbeheerders in, in, de, in de regio waar we werken. Nou ja, we hebben het contact gezocht met elkaar. We kwamen elkaar in het werkveld behoorlijk veel, veel, veel tegen. Met name in de periodes dat er weer met glasvezel in de grond gewerkt werd. Daar zagen we een enorme piek aan, aan inzetten met, met gaslekkages. Nou ja, daar kom je elkaar tegen in het veld. Wat kun je van elkaar verwachten? Waar zijn wij als brandweer voor? En wat kunnen we van de netbeheerder verwachten? Nou, dat samenspel dat, dat, dat is er dan. En op die manier uh, is het contact gelegd, in dit geval uh, in Drenthe met, uh, met Enexis. Kijk, en uh, Jeroen, als ik dan het breukje naar jou mag maken. We hadden op een gegeven moment binnen het brandweerwereldje, hè, dat, dat, dat ken ik net iets beter dan de netbeheerswereld, hadden we al uh, het document uh, veilig werken bij uh, nabij en bij elektriciteit. Nu zijn we met deze E-module gekomen. Waar zit hem, zeg maar, de, de nieuwigheid, de toegevoegde waarde? Waar zie jij de grote waarde van, uh, van die modules in? Dat we bij de basis op zich blijven, uh, en, en wat jou ook zegt, van, op zich, die brandweer moet best wel veel kennen. Mm -hmm. um, Rob zei ook, het stukje samenwerken. Um, wij als brandweer moeten denk ik een bepaalde uh, uh, nou ja, inzet kunnen houden, waar we zeggen brand, THV en, en wat er allemaal bij hoort. Maar dat je dan die samenwerking zoekt met de uh, nou ja, netbeheerder op dit gebied. Of we even op, op deze vlakken van gas en, en uh, elektriciteit praten. Um, even terug naar jouw vraag van... Uh, nou ja, wat brengt die extra aan deze module? Dat is dat we niet meer alles willen leren. De, we hebben nu de basis neergezet en laat dat ook de kennis zijn die wij tot ons nemen en de rest wat we niet weten dan ook als expertise vanuit een, netwerk beheer, of een netbeheerder uh, binnenhalen. Dus veilige omgeving, stabiel zetten en daarna gebruik maken van je specialisme om je heen. Kijk al. Nou, voor, voor mij een, een heel mooie, wat zou ik zeggen, een mooie aftrap om even tot die aanleiding te komen. Uh, een deel is zeg maar, het presenteren van uh, de module, de e-module, rondom het uh, veilig bestrijden van incidenten met aardgas en elektriciteit die nog in wording is. We hebben natuurlijk de hoofdlijnen daarvan uh, op slide, maar ook in de e-module zelf. En Rob. Ik zou jou eens willen vragen, zou jij ons eens even door die, door die hoofdlijn heen willen leiden? Ik heb hier een, een pointer, no. die kan je eens even gebruiken als je dat wil. Ik, uh, ik geef jou eens even het woord om eens even de kijkers en onszelf hier aan tafel even door de, de, de takeaways mee te nemen van deze e-module. Oké, okay. nou goed, het is uh, vooral een stukje theorie uh, aangevuld met een aantal casussen. En als ik dan het apparaat toch mag gebruiken, dan uh, maak ik meteen gebruik van de eerste uh, sheet. Dit is eigenlijk uh, de E-module, zoals die uh, door het IFV is opgesteld. Nou, in, uh, in korte bewoordingen, we hebben een aantal leerdoelen. Wat is eigenlijk aardgas, als we het over aardgas hebben? Uh, ja, hoe kun je daar samen veilig in optreden? Hè? Brandweer, enerzijds, uh, en de netbeheerder als, uh, als de andere kant van de, van de, van de lijn, zeg ik altijd. Van het, uh... Nou, en dan, hoe gaan we samenwerken? Want samenwerken is wel de rode draad. Je zei het net al, uh, in, in het gezamenlijk optreden uh, bij, uh, bij een incident. Nou goed, um, ja. als we het hebben over aardgasincidenten, is het handig om te weten wat is aardgas is, um, hoe is het gasnet opgebouwd, hoe kun je uiteindelijk veilig optreden in dat aardgasnet samen met brandweer. Nou, en uh, we hebben er uh, gepoogd goed aan te doen om een aantal oefeningen in de vorm van casus uh, zeg maar, toe te voegen, zodat het gaat leven. Uh, we zijn vanuit de operatie doeners, uh, brandweer zijn doeners, uh, dus naast de theorie is het ook wel handig om het uh, praktisch aan te vullen met. En kon jij vanuit die casus, uit, uit, uit jullie praktijk, Jeroen Reem, Raymond, kon jullie putten uit jullie eigen praktijk om invulling te geven aan die cases? Of hoe, hoe, wat is jullie rol daarbij geweest? Nou, terug even naar die casus. Kijk, zijn er een paar uh, vanuit onze uh, ervaringen zeg maar, uh, daarin gedeeld? En uh, ja, veilig optreden is toch wel echt een ding geweest waar wij uh, gezegd hebben, daar moeten we aandacht voor hebben. We hebben ge gemerkt dat, dat uh, ja, de opleiding, als je bevelvoerder of manschap bezig bent, is die best wel heel breed. En uh, ja, bepaalde dingen werden niet meer meegenomen. Ja, en dan is het wel mooi om even die e-module door te nemen. En dan even, nou ja, uiteraard, waar gaat het om? Wat voor stof praten we over? En dan even een stukje veilig optreden. En ja, dan ben ik heel blij met dit product zoals we hem nu neer hebben gezet met elkaar. Hey, hey, Dank je wel. Overigens, voor, 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 de, voor de mensen thuis, <laughs> wij stellen hier vragen aan elkaar. Maar jullie kunnen zelf natuurlijk ook uh, met vragen komen. Dat kan uh, via de chat. Mijn collega Tom uh, die, die krijgt die vragen binnen. En uh, zo af en toe uh, pakken we een vraag eruit. En die stellen we ook hier aan, aan de mensen die hier aan tafel zitten. Dus op die manier uh, willen we jullie ook proberen, hè, daar waar je die behoefte hebt, bij het gesprek te betrekken. Dus uh, schroom niet om gewoon af en toe in de chat te klimmen. en daar je, je vragen of opmerkingen gewoon met ons te delen. Ga verder verderop, sorry voor de interruptie. Ja, nou laten we die vier uh, hoofdthema's uh, gebruiken als leidraad. Het is niet de bedoeling dat ik nu de e-module volledig doorneem. Dat we het einde van de avond uh, afsluiten met een examen. Maar ja, uh, aantal do's en don'ts. Aardgas is dus lichter als lucht. Het is uiteindelijk uh, uh, voor ons vanzelfsprekend. Maar tijdens optreden gezamenlijk, ja, uh, dan kan uiteindelijk aardgas ook in een kelder tegen het plafond aanzitten. Oké, okay, was wel een eye-opener. Als er een gasprobleem is, uh, uh, mensen die uh, verward zijn, verwarde personen. Ja, bestuur ook tegenwoordig mensen die uh, de zonne eens elektriciteit aan. Om het zeningsbron uh, weg te nemen. Ja, dat heeft alles te maken met explosiegrenzen, om zo maar iets te zeggen. Uh, Elektriciteit kan uh, explosie veroorzaken. Nou, ik kan daar nog een uur over praten, maar goed. Uh, het gasnet. We hebben het uh, landelijk net van de Gasunie. Wat uiteindelijk van Groningen uh, een dikke leiding naar, uh, naar de uithoeken van Nederland brengt. En van daaruit uh, hebben de regionale netbeheerders een aftakpunt. Uh, het zogenaamde gasontvangstation. Vandaaruit gaat het uh, de woonwijk in. Nou, we hebben diverse uitvoeringen van, zoals wij dat dan noemen, gaststations. Nou, in de in e-module e wordt daar door middel van foto's en, uh, en tekst uh, ja, op ingegaan voor herkenbaarheid. Maar, waar hebben we het nu over? Ja, je ziet hier aan het aantal bullets. Ik ga ze zeker niet allemaal één voor één doornemen, maar veilig optreden: hè, dat de nadruk wel op veilig ligt. Het is een stukje kennisuitwisseling waarom, zoals ik net al zei, waarom doen wij dingen? Nou, en daar zit uiteindelijk, de techniek is daar een belangrijke factor in, ook de communicatie. Hè. Op het moment dat wij aanrijdend zijn of de brandweer is aanrijdend, we kunnen ondertussen al het gesprek voeren. Wat is het beeld? Hè. Beeldvormen, oordelen en besluiten, daar komt Henri misschien daar ook nog wel op. Uh, alles omwille van veilig optreden bij een incident met, uh, met aardgas. En uh, ik zie een lange lijst erop en ik ja. denk dat er, nou ja, veel herkenbaar, maar Raymond, als, als je zo'n lange lijst ziet, zit daar nog voor jou twee, drie punten voorbij van ja, maar dit zijn voor mij. Hè, in mijn eigen praktijk let ik standaard als eerst op deze punten. Of hoe kijk jij naar zo'n lijst? Nou ja, Wij worden natuurlijk opgeroepen voor een, voor een gaslekkage. In een woonwijk bijvoorbeeld. Uh, wij zijn daar als eerste als brandweer. Uh, het is vaak wachten op de netbeheerder. Meestal duurt dat een half uur, drie kwartier, een uur. Het kan. Uh, ja, dan zijn wij als brandweer, zijn wij er wel van op dat moment. Wat ga je doen? Er is een gasuitstroom. Ja, er moet wellicht ontruimd worden, afgezet worden. Uh, wat doen we met het, het gaslek? Nou, in principe doen wij als brandweer daar niets aan. Hè. Uh, wij zijn daar niet uh, voor opgeleid. Daar, zijn, daar is het net, uh, netbeheerder voor. Uh, wat doen we ermee? Uh, hoe groot is de gasuitstroom? Uh, in, in de praktijk uh, kwamen we ook nog wel eens tegen dat collega's zeiden: van, doe er maar zand op. Uit en boze. Uh, wellicht komt erop dat dan misschien nog eventjes op terug als aanvulling. Uh, er was ook altijd nog de illusie dat men een gaswolk kon vernevelen. Nou, dat, dat wil absoluut niet. Je kunt hem wel sturen. Maar dat zijn allemaal van die dingetjes, overwegingen. Ja, waar een bevelvoerder in dat eerste half uur voor staat. Okay. Tot de netbeheerder aanwezig is. Nou, dan kan het gesprek uh, komen van. wat gaat er gebeuren. Kijk, en dan komen we weer bij jou te we ja, Over het plan van aanpak. Hè. Ja. Hebben we gezamenlijk een plan van aanpak? Ja, wat uh, Raymond ook zegt, uh, op het moment dat je daarvoor staat, ja, dan moet je handelen. Uh, en uh, alles met een brandweerslang uh, blussen, ja, daar werkt bij een er niet. Er gingen allerlei verhalen uh, er rond in de wereld uh, van ja, we doen dit, we doen dat, aannames. En we hebben gewoon getracht met uh, deze e-module een aantal handvaten te bieden aan, aan, aan de collega's van de brandweer, zeg ik tegenwoordig. Om gezamenlijk dat, uh, dat incident uh, veilig te stellen, want we zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor uh, de maatschappelijke impact van een gasemissie uh, zo klein mogelijk te houden. Ja. Kijk, en je noemt vier uh, modules, hè? Dus dit was veilig optreden. Ja, maar nog en voor mij zat daarna <laughs> nog een module. En ja, ja. Nou ja, ik hoop dat je daar ook wat woorden aan wil wijden. Ja, ik zal er wat woorden aan wijden, want uiteindelijk heb ik daar niet zoveel uh, teksten uh, voor. We hebben vier kassen uh, opgenomen in de één module. Die eigenlijk staan voor de vier hoofdstromingen waar we dagelijks mee van doen kunnen krijgen. Nou, en gewoon uit het leven gegrepen, praktijkvoorbeelden waarin wij uiteindelijk aangeven: Nou, we zouden het fijn vinden als we op die en die en die manier via die structuur het gasprobleem of het gasincident gezamenlijk kunnen oppakken. dat is wel aardig. Ik zie even een vraag binnenkomen via mijn collega Tom van de Heer Schuren, die zegt: Hoe kan het nou? Dat door uitvoerders soms gevraagd wordt om even met tape een lek te dichten. Blijkbaar is dat af en toe wel eens in de, wat zal ik zeggen, in de ja. praktijk aan de orde. En uh, de heer Schuur ja. die vraagt hoe kan dat eigenlijk dat door uitvoerders dit gevraagd wordt? Ja, nou toen ik nog lang haar had aan reed, reed, is lang geleden, toen uh, was het de normale zaak van de wereld om met duct tape alles te repareren. Ja. Maar ja, door uh, ervaringen, hè, er zijn best wel wat, uh, wat ongevallen en ongewenste gebeurtenissen opgetreden, uh, hebben we gezegd van ja, zuurstof uh, verdringend, hè, uh, het kan explosies uh, met zich meebrengen. Denk aan de warmtebelasting, ja, dan moet je uiteindelijk niet willen dat je met je rol een gat induikt en zegt van ik ga daar het probleem oplossen. En iedereen die, uh, en dat is echt wel een oproep aan iedereen, uh, hou elkaar scherp, zie je het gebeuren, trek iemand uit het gat. Helder. Nou. Mooi appel wat je daar ook nog even doet uh, Rob. Veiligheid hè. Ja, en, en, en hoe kan het nou? Ja, Misschien is het antwoord wel ja. Eh, soms is de praktijk weer bastig, maar wil niet zeggen dat dat de standaard moet zijn in de praktijk, sterker nog. Ik hoor Rob en ik zie jullie ook knikken: van ja, weet je, dit, dit moeten we ook elkaar op aanspreken, mocht dit, eh, mocht dit gebeuren. Rob, als je nou nog even die module voor ogen hebt, kan jij nog, wat, wat mij betreft, in, in één zin nog even zeggen: van ja, dit is de kern waarom die e-module door, eh, door iedereen die hier zit is een keer goed bestudeerd moet worden en met elkaar door die vragen heen uh, gegaan moet worden. Ik zou uiteindelijk, uh, als ik in één volzin mag zeggen, veiligheid staat voorop en veilig uh, naar een incident uh, op pad gaan uh, is één, maar het is zeker zo belangrijk ook om weer veilig thuis te komen. Ik heb één keer uit moeten leggen dat een collega van mij even die avond niet thuis kwam. Ja, dat gevoel, ik, uh, ik kan het niet overdragen, maar ik hoop dat die module, die één e module die we voor het gas, maar ook voor elektriciteit uh, hebben gemaakt samen. Uh, tot bewustwording uh, leidt. Mm -hmm. ja. Het is niet gevaarlijk, hè. Het is, uh, elektriciteit en gas brengt risico's met zich mee. Uh, als je je houdt aan de spelregels zoals we die met elkaar hebben opgesteld, dan, uh, dan is het een aanvaardbaar risico om toch veilig uh, te werken in die netten. Ja, dankjewel Rob voor jouw nou ja, mooie inleiding, maar ook wel je persoonlijke nood aan het einde. Ja. Uh, en laten we ook maar blij zijn uh, dat we dit soort persoonlijke noten hebben, want dat geeft ons ook uh, reden tot nadenken over waarom we dingen doen zoals we doen. Ja. En aan de andere kant moeten we ook zorgen dat, uh, dat persoonlijke noten op een gegeven moment breder vertaald worden in afspraken, sets en procedures, zodat we anderen niet met deze persoonlijke noten confronteren. Ja. Dus even kijken, uh, Jeroen, uh, vier cases. Jij zegt sommige daarvan die, die, die komen ook een beetje uit onze... Onze Drentse praktijk, of misschien naar analogie of ervaring van Drentse mm -hmm. praktijk. Kan, kan jij reflecteren op zo'n case vanuit jouw eigen uh, misschien wel ervaring of ervaring van collega's en hoe die in zo'n module terechtgekomen is? Hoe is dat nou in zijn werk gegaan? Oh, uh, nou, dan gaan we wel een stukje terug. Ik bedoel, uh, voor mij uh, um, zijn er ja, situaties geweest waar wij uh, met lawinepijlers zeg maar, uh, in de put. Nou ja, gasleidingen lopen langs die rioolput dat we toch wel hele bijzondere situaties hebben tegengekomen. En uh, dat heeft me wel verbaasd hoe, hoe mensen soms dan optreden als het brandweer. En ook, uh, dat is een, een, een dingetje, maar ook uh, de, de opleidingen van nu. Uh, er wordt heel veel van ons gevraagd. En ik heb wel gemerkt in de opleidingssfeer ook dat, dat, dat er best wel een hele brede range is. En dat is maar even de vraag van, goh, wat, wat, wat leer je? Hè? Dan, dan is het even weer het stukje wat we ook, ook behandeld hebben in de in e-learning, de e het, het bluswater. Um, we denken dat we alles met bluswater kunnen oplossen. blijkbaar. Ja, hele zwembaden. Ja, het, ja. Mm. Dat gaat verkeerd. Ja. En nou ja, dat zijn wel dingen die we dus in de praktijk zijn tegenkomen. En uh, niet alleen in Drenthe, ik bedoel, ik, uh, eigenlijk Noord-Nederland kan ik voor mezelf uh, uh, daarop roepen. Ja, en dan heb ik ook weer gezegd, we moeten hiermee aan de slag. Ja. En, um, laagdrempelig, simpel, maar wel de basis neerzetten en met elkaar het, het juiste weergeven. Ja, mooi, mooi. Ja, weet je, ik denk uh, van de praktijk kan veel geleerd worden. Ja. Eh, maar een van de dingen om te leren is ook het laagdrempelig proberen voor het voetlicht te brengen. Nou, dat is wat we ook vanavond hier met, el met elkaar proberen. Ik zie nog een vraag binnenkomen van, uh, van Harold uh, Kaniesjes. En de vraag luidt, en ik citeer hem maar eventjes: Hoe gaat de brandweer om met vaak de vele meldingen die zij krijgen? Ik denk, vraag misschien, Raymond, ja, jij daar nou, uit, antwoord op hebt? de ervaring. Ik zat al jaren geleden werd bij ons in het dorp, dus uh, volop aan glasvezel gewerkt. Uh, we hadden in, in, in een korte periode wel, wel, wel 30, 35 gaslekkages. En op een gegeven moment uh, dan, dan, dan kom je op de keizerne met elkaar. Of we hebben weer een gaslekage, Staan we weer een uur? Uh, nou, de, 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 de gevaren werden toen destijds vooral onderschat. Uh, nou ja, we stonden vaak gewoon bij het gat te kijken. Uh, het helmpje in de auto, dat soort dingen. En, ja, nu kijken we daar iets anders dingen aan. Staan we bij zo'n gaslek, dan ben je gewoon in volle ornaat. Dan heb je je ademlucht op. Dan heb je je straal bij de hand. Mocht het alsnog misgaan, dan kun je gelijk ingrijpen. Maar nou ja, dat krijg je dan als je dus een heleboel van die dingetjes achter elkaar uh, hebt. Dus we moeten elkaar daar gewoon scherp in, uh, in, scherp in houden. Kijk, nou mooi. Ik, 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 ik hoop dat. Uh... Laat ik het zo zeggen, met, met enerzijds de inleiding door, door Rob en anderzijds ook uh, de vragen en antwoorden die we hier krijgen, dat we een, een redelijk beeld gekregen hebben, enerzijds van uh, ja, toch ook uh, de, de mogelijkheden die er zijn bij het optreden met, uh, met gasincidenten. aan de Anderzijds, er ja, uh, zit ook wat risico's aan, maar de module geeft wel volgens mij, en ik, ik heb hem van het weekend nog eens een keer doorlopen, geeft een mooie doorkijk hoe je daar ook mee om kan gaan. En ik vind, uh, dat vond ik wel het hele mooie van deze e-module. Het vraag-antwoordspel en de cases. Ja, uh, ik, ik vond het echt smullen. En, uh, het kan zijn dat ik het ook een heel leuk vak vind. Maar ik, ik kan het in ieder erg aanraden om daar gewoon eens een keer een uur voor te gaan zitten. En in een uur ben je echt gewoon op vlieghoogte gebracht over hoe die samenwerking tussen netbeheerder en, en brandweer in dit geval uh, tot stand komt. En ik wil daarmee uh, ook het breugt maken naar jou, uh, naar jou Henry. Uh, we hebben twee i-modules. Uh, de eentje is, is gas, de andere is elektriciteit. Ja. De i-module gas die is gereed. De i-module elektriciteit die zit op het, wat zal ik zeggen, op het punt van geboren te worden. Maar ondertussen weten wij al best wel aardig wat, wat er in die i-module komt te staan. En ik zou jou eens willen vragen: kan jij ons net als Rob dat net zo deed in hoofdlijnen even door de inhoudelijkheid van die i-module heen uh, loodsen? Ja, nee, dat wil ik. Uh... De, in principe is het, de, de, de opbouw is, uh, bijna hetzelfde als bij de gasmodule. Uh, een beetje bewust gekozen dat we nou ja, wel gelijkwaardig dezelfde opbouw. Uh, in het begin eerst even de aftrap, net als bij, bij gas, een stukje de uitleg. Wat is elektriciteit? Uh, de basisdingetjes even. Dan het veilig optreden met elkaar. En dan ook met name de samenwerking. En ook in deze, het staat hier niet op, maar hier zit ook wat. Uh, lessen bij en, en oefenen cases, waar je dus echte dingen kunt zien. Dus die, die zijn hier ook aan toegevoegd. Ja, en wat houdt die theorie dan in? Ja, het is echt de basistheorie. We gaan echt niet heel diep op, op wat is een stroomnet en wat, wat doet het allemaal. Maar wel dat je weet, uh, een beetje spanningstroom, uh, de opbouw van het net, van hoogspanning, hoogspanningstations, lijnen, tot aan middenspanningsruimtes, middenspanningsnetten, tot aan de laagspanning zoals hier in de huizen binnenkomt. Gewoon de basisopbouw zoals die uh, neergezet is. En dan het veilig optreden en je refereerde er net al naar, uh, enerzijds gaan we eens kijken van hey, er komt een melding binnen. Hoe ga je daarmee om als brandweer ook? Wat ga je doen? Uh, de uitdruk de coördinatie aan de voorkant al, wat we erop net ook al zeiden met gas. Wat kun je aan de voorkant al doen? Wat overleg je al met elkaar? Uh, is er contact tussen de netbeheerder en de brandweer? Al dat soort zaken uh, ja, eigenlijk aan de voorkant al coördineren. En dan bij aankomst, uh, ja de BOP-methode, de beeldvorming, oordeelvorming en de besluitvorming. Hey, en uh, Bob, ik ken het ook nog uit de verleden. Uh, dat klinkt niet badinerend, maar ik hoor tegenwoordig vanuit de brand weer andere afkortingen. FAPCM, ja. ik, ik, ik weet niet Jeroen, hoe, hoe ja. verhouden de, de BOP-methode en FAPCM ja, ik... zich tot elkaar? Uh, nou, altijd goed. Nee, nee, ja. maar, uh, nee, maar als je Bob kijkt, dan krijg je toch wel meer tegenwoordig uh, crisisbeheersing hè, dan, dan het samenwerken. En, en dan zit je in die methode uh, te werken. Dus die moet je, denk ik, ook vasthouden. Maar goed, uh, Brand is opgeleid met vap uh, wat je zegt: uh, feitenanalyse en dan uh, beeldvorming. Dus daar zit hij wel weer in. En dan blijven wij coördineren en monitoren. Maar uh, als, als de beheerders zeg maar, dit uh, vasthouden, dan blijf je in met elkaar op dezelfde lijn. Alleen, ja, wij worden wat anders opgeleid. Feiten, analyse, beeldvorming. Beeldvorming weer, ja. ja. Coördineren en, en blijven mij, monitoren. Nou, volgens mij doet iedereen dat, hè? Want je moet even je feiten verzamelen, moet je even analyseren. Ik bedoel, ja, ik wil me toch wel even bijhouden. Hè? De, de, de brand, basisvliegende brandbestrijding. Stop en denk na. Nou, volgens mij is dat een term die we met elkaar moeten uh, overal. Hè? Waar kom ik? Wat zie ik? En wat heb ik dan? Nou, dat geldt voor uh, mijn collega's uh, hier aan tafel, maar ook voor onze alle collega's uh, vanuit de brandweer. Dan is het denk ik even goed om daar uh, nou ja, even bij stil te staan. Dus die feitenanalyse en dan je beeld geven. En dan ga je verder in dat rieteltje. Kijk aan, nou dit is weer het brugje in jouw ja, handen. Ja. ja, en dan uiteindelijk komt het, uh, even zien, neer op die samenwerking natuurlijk. Ja. Je komt bij een incident, je gaat met elkaar in overleg. Wat treffen we aan, wat zijn de gevaren? Spreek het door met elkaar, uh, wat moet ik netbeheerder doen? Maar in deze module komt ook af, in dit hoofdstuk komt ook aan de bod van, ja, uh, hoe ik, herken je elkaar? Wie is de coördinator ter plaatsen? Uh, we gebruiken hesjes. Brandweer gebruikt ook uh, kleuren op, op de pakken. Nou, dat soort dingen. Weet van elkaar wat je elkaar aantreft. Wie is het aanspreekpunt? En uh, dat wordt hier heel erg in deze, dit hoofdstuk heel erg naar voren gehaald. En dat is gewoon ter plaatsen heel erg belangrijk. Dat je van elkaar weet. Naar wie kom ik toe? En bij wie moet ik zijn? En dat je afstemming hebt met elkaar. Kijk, hey, en zijn er ook uit, in deze module weer cases uit jullie. Praktijk gekomen of hoe, hoe, wat is jullie bijdrage geweest, René? Ja, nou, ja, hier geldt natuurlijk hetzelfde als bij aardgasincidenten. Uh, de expertise zit bij de netbeheerders en uh, ik kan mij inderdaad nog een inzet herinneren van een brand in een travo-station, 10kv. Uh, uh, dat stond behoorlijk in de brand. Uh, ik heb daar geen verstand van. Uh, dus gewoon wachten, afstand nemen, boel veiligstellen, wachten op expertise en dan samen een plan bedenken. Kijk, en, en welke expertise leveren jullie dan aan, aan de bevelvoerder, of soms misschien wel de OVD die ter plekke is? Wat, wat leveren jullie dan? Uiteindelijk is de, de, de coördinator van de netbeheerder ter plaatse. Eh, die geeft aan aan de, aan de bevelvoerder van dat het veilig is. Dat de spanning eraf is, dat het net veilig gesteld is. En dat ze veilig het, de middenspanningsruimte in dit geval kunnen betreden om te gaan blussen. Dus eigenlijk zorgt hij ervoor dat, nou ja, dat of de medewerkers de boel eromheen veilig stellen, zodat de brandweer veilig aan het werk kan. En die afstemming is gewoon heel belangrijk dat we niet eerder aan het werk gaan dan dat het veilig gegeven is. Oké. Okay. Ja. Hey, en ook waarschijnlijk hier zitten weer een aantal van die cases in. Hè? Ja. En heb je ook een favoriete case? <laughs> en welke en waarom? Uh, ik zag er een tussenstaan en een aanrijding met een auto uh, tegen een middenspanningsruimte. Ja. Dus je krijgt een ongevalmelding. Ja. Uh, met beknelling misschien wel, brandweer wordt erop aangestuurd, maar de auto heeft een middenspanningsruimte aangereden. Ja, wat staat daarachter? Wat, wat, hoe is het daarachter? Kan ik veilig die auto benaderen? Uh, ja, dat zijn wel van die casussen van hoe ga je daarmee om? En, ja. en hoe ga je uh, die coördinatie met elkaar uh, aan? Ja. Hey, mooi, hey, ik krijg een, een vraag van, van mijn collega Tom binnen. Ik weet niet eens aan wie, misschien moet ik hem wel aan jou stellen of dat Ach, weet ik niet. Maar zijn er voor de meldkamer brandweer nog punten waar we rekening mee kunnen houden? Dus wat zijn nou bij, bij, bij elektriciteit en bij gasincidenten punten voor de meldkamer van de brandweer waar ze al rekening mee kunnen houden? En daarna dan geef ik, denk ik, misschien ook wel het woord even aan Jeroen. Maar als jij vanuit jouw beleids, vanuit jouw ja. kennis kijkt, waar zou de meldkamer van de brandweer in, in jouw optiek al rekening mee kunnen houden? Ja, oh ja. Ik zeg al heel kort en krachtig: als het protocol, ja, er is een neusprotocol, afgestemd, als dat gevolgd wordt, dan worden eigenlijk alle vink, vinkjes gezet, alle, alle vragen die beantwoord moeten worden, staan daar dan in. En dat geeft een beeld. Wat net over beeldvorming: he, uh, iedere vraag is een pixel, die uiteindelijk uh, en vele pixels maken een foto. Dus het protocol, uit, het uitvraagscript, uh, zijn we enorm mee geholpen. Als regionale netbeheerders en uh, ook uh, gasunie en Tennet als landelijke netbeheerders hebben uh, een protocol. Zijn wij verenigd als uh, als, als netbeheerders. Uh, dus van ons uit stellen wij vragen als wij een klant aan de lijn krijgen. En dus eigenlijk is dat uh, in in één lijn door te trekken met het uitvraagprotocol wat in de gemeenschappelijke meldkamers of de calamiteitscoördinator uh, uh, als vraag stelt aan aan de indiener van uh, van een probleem. Kijk. Ik paas hem even door naar jou, Jeroen. Is het zo simpel? Ja, ik bedoel, uh... nou, het leuke is, wij hebben die situatie uh, uh, gehad. Er we, werd even gesproken over uh, glasvezel. En, en dat werd natuurlijk uh, nou ja, overal ingeschoten bij de huizen. En elke keer kwam die melding weer binnen. En toen dacht we, ja, maar die brand die komt veel te vaak op de straat. Dat, dat moet anders. Hoe kunnen we dat aanpakken? Nou ja, toen naar die meldkamers toe. En uh, daar ik ja, maar hoe stel ik dan de juiste vraag? Nou ja daar hebben we gezegd van je daar aan te houden dan dan doe je de juiste dingen zowel vanuit Nexus in onze situatie dan als vanuit de brandweer en dan kunnen we kijken van goh waar, waar staan we en en ben je dan nodig of ben je niet nodig nou ja in dat opzicht kwamen we dus achter je bent altijd nodig want je moet die omgeving veiligstellen en dan zorg dat je die samenwerking weer opgaat en dan kun je het heel snel afhandelen okay, dus, die, dus die die standaardisatie zeg maar ja. dat ik zou bijna zeggen, het rollenspel en dat uitlopen en vervolgens formuleren en standaardiseren, ja. dat maakt uiteindelijk waar je ook als meldkamer op een gegeven moment je meerwaarde kan, uh, kan, kan pakken door dat gewoon ja. consensueus af te lopen. Correct. Oh, mooi. En ook feitelijk, hè? dan krijg je zoveel mogelijk feitelijkheden binnen en geen aannames. Kijk. Als wij mensen aan de lijn krijgen, ik denk dit en ik verwacht dat, ja, dat vind ik altijd griezelig. Als ze gaan denken en verwachten. Ja, ja. Jij zegt, uh, ja, ja. ik wil weten. Ik wil Ik wil die foto, ja, ja. ik wil die pixel zien. Ja. Ja. Hey, ik, ik heb nog een vraagje even aan, jou, aan jou, Henry. Die komt ja. ook via de chat. In dit geval is dat uh, Wim Gils die zegt, is het veilig optreden bij uh, elektrische laadstations, elektrische laadpalen, laadpunten, elektrische voertuigen? Maakt dat onderdeel uit van deze e module Ja, in principe alle, alle elektrische apparatuur wat je tegen kan komen, maakt ook onderdeel uit van deze e module dus van zowel de laagspanningsaansluitingen. Uh, tot aan de hoogspanningsaansluitingen. en alles wat er maar tussen zit. Oké, okay, en nee, ja. ik, ik weet van, van, van ons eigen werk. zeg maar, wij hebben zo'n uh, zo aandachtskaart. Uh, brandweeroptreden bij elektrische voertuigen. Uh, ja? Zit het ook op dat elektrische voertuigen uh, onderdeel. Nee. of hebben we het hier echt over de nee, netbeheerders? Nee, 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 we hebben het hier echt over de netbeheerders. Ja, 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 ja We gaan niet over de voertuigen. Dan, nee. gaan, dan moeten wij wel van heel veel specialiteiten thuis zijn. Kijk. Hey, een vraagje uit het noorden van het land, misschien dat jullie hem wel kennen. Gerrit Boetes, uh, veiligheidsleger ja. Friesland. Ja. Ik, ik zie je al een klein beetje. Zo van, ja, ken ik. Uh, maakt de I-module ook gebruik van de onderverdeling, hè, zoals die ook bij brandweer veilig, of vran, veilig brandweer optreden, bij elektriciteit, van die onderverdeling naar transport, distributie en gebruik? Die verschillende vormen van hoe je elektriciteit in onze samenleving terugziet van... Zie je uitermate hoge spanningsniveaus tot, ja. Uh, tot lager? Ja, ja, daar hebben we met elkaar wel naar gekeken om, om die stappen en die fases daarin te doen. Kijk aan, dus uh, Jerrit, ja. uh, uh, dat wordt erin uh, ja. behandeld. Ja. Ja. Zowel bij gas als elektriciteit. Het ja. stukje oppompen van moleculen gasmoleculen uh, voorheen in Groningen. Gasunie, die distribueert het in Nederland en daar gaat het over naar het gos in de regionale netbeheerder. Zo is het met elektriciteit ook. Uh, Tenet, die doet het, transport, uh, het landelijk transportnet. En vandaaruit uh, hebben we uh, in over uh, overgave naar het regionaal netbeheerders. Dan zitten in allebei de modules twee platen in waarin ja. de vraag helemaal beantwoord wordt. Kijk, ja. mooie avond. Gewoon een vraag die mijzelf nog zegt. Oh, sorry. sorry. Nou ja, uh, 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 Hendrik gaf het al even aan. Hè. Jij gaf van goh, zitten auto's daar ook in? Toen gaf hij van ja, zo breed gaan we niet. Nee, maar zo breed moeten wij dus als brandweer wel alle kennis hebben. Nou, dat kan tegenwoordig volgens mij niet meer. Dus voor mij moeten we daarin zoeken van goh. Wat weten we wel, wat willen we niet, en wat kunnen we wel en wat kunnen we niet? En, en daar met elkaar, nou ja, brandweer Nederland wil ik bijna zeggen: moeten we de juiste dingen in doen. Ja, en ik hoorde je niet expliciet zeggen, maar ik denk dat ik het tussen de neus en lippen hoor. Wat weten we wel, wat weten we niet, en wat we niet weten, waar halen we die kennis dan wel vandaan en hoe, ja. hoe, schakelen, we die de, of hoe schakelen we die aan zeg maar, <laughs> ja, ja. bij dit proces? En dan zie ik nog een andere vraag die ik dan ook misschien, misschien ook even aan jou kan stellen, ja? Henry. Die vraag komt van van ja, Zuur. Hoe is dat proces van veiligstellen georganiseerd? Want ik hoorde het je net zeggen, hè, Dan stellen we uh, ja. de situatie veilig. Maar de vraag hier door, door Jaap is van: hoe gaat dat proces in zijn werk? Kan jij ons daar, wat zou ik zeggen, daar eens in, in, in meenemen? Ja, als ik uh, even voor onszelf spreek, op, op het landelijke hoogspanningsnet, als daar een melding binnenkomt, uh, een simpel voorbeeld, iedere hoogspanningsmast heeft al een nummer en uh, aan de hand van dat nummer, in combinatie bijvoorbeeld met een straatnaam, uh, en weet onze uh, bedrijfsvoeringscentrum al, hey jullie staan daar. Dan hebben ze al een idee welke verbindingen het omgaat. Nou, dan kunnen ze zeggen, afhankelijk van de melding die er is, uh, kunnen ze de boel al schakelen. Kunnen ze vanuit Arnhem of Ede kunnen ze dat doen. Hetzelfde voor de regionale netbeheerders. Uh, die hebben ook al hun hokken en, en stations zijn genummerd. Uh, dat staat aan de buitenkant aangegeven. Op die basis, als die gegevens doorgegeven worden, en dat is dus wat, wat Rob net ook zei, duidelijkheid in, in de gegevens die je doorgeeft, uh, weet men al waar men moet zijn. Dan stuurt men monteurs op pad. Uh, die gaan al gericht naar die locatie toe. Die hebben tekening bij zich. Uh, in de middenspanning en de laagspanning uh, kunnen ze dan op, de, op basis van tekeningen, kunnen ze eromheen de boel vrij schakelen. Schakelen ze eigenlijk naar het object waar het is, schakelen ze uit. Dat stellen ze veilig en dat doen wij door middel van aardingen aanbrengen, zodat we zeker weten dat er geen spanning meer op staat. En op het moment dat dat gedaan is, dan kun je het circuit of het station vrijgeven. En dan weet je ook zeker vanuit de netbeheerder, we hebben alles eraan gedaan, alles is veilig, geaard, opgeleverd en dan kan iedereen veilig daar aan het werk. Kijk, en de, in, in, in jouw mensen die, die geven dat signaal aan, aan, ja. jouw of aan jou, Raymond, aan, aan jou, Jeroen, en dan is, dan is het voor jullie ook geen, wat zal ik zeggen, geen twijfel meer, dan is het ook gewoon, wij gaan nu aan de slag dan, met dan ons. Dan moet het veilig zijn inderdaad, ja. en dan, dan kunnen wij ons ding weer gaan doen uh, met het afblussen van het object wat wellicht in de brand staat. Ja. En dan, dan is er nog een vraag die naar mij zo eens even te binnen schiet. Hè? Uh, en ik, ik weet niet aan wie ik hem eigenlijk moet stellen, maar uh, nou, misschien naar jou Jeroen <laughs> gewoon. Wordt word dit ook beoefend of hoe gaan jullie hier in termen van Vakbekwaam worden, vakbekwaam blijven en dan ook nog in één keer buiten je eigen organisatie om met z'n allen vakbekwaam worden blijven. Hoe gaan jullie daarmee om? Goeie vraag. Er bleef natuurlijk altijd heel veel in het brandweerwereldje, zeg maar. Dit, ja. Wat Henry al aangaf van: uh, Dit vind ik de mooiste in onze e-learning. Nou, dat stukje van die, die, uh, uh, waar de auto of het voertuig zeg maar, op het, uh, het stationnetje staat, ja, dat zijn wel van die dingen die we in het verleden wel geoefend hebben. Ja, dat zijn nu dingen van, God, daar moeten we veel meer mee samenwerken. En uh, nou ja, gelukkig kan ik ons uh, gelukkig prijzen in, uh, in Drenthe met een, een oefencentrum op Wijster. En uh, uh, nou ja, gelukkig Nessus uh, naast de deur. Tenet in Hogeveen ook naast de deur. Dus het wordt ja, wel een klein wereldje om het zo te zeggen. Ja, ja. Dat we elkaar dus daarin kunnen vinden. En, en dat ook kunnen oefenen op dat gebied. En uh, nou ja, eigenlijk heel Drenthe dan ook weg kunnen zetten. Dus, en dan komt iedereen bijvoorbeeld ja, op wijster, om maar zo te zeggen. Maar dan heb je hem wel helemaal geprepareerd, zoals je het graag met elkaar wil. Hey, en dan, dan, dan zie ik hier nog een vraag van uh, Aswin Verheijden: die zegt eigenlijk: Ja, uh, brandweer, netbeheerders, maar we hebben ook nog politie of andere. Uh, ja. dus hoe wordt daarmee omgegaan? Ja, ik, ik wil het niet moeilijker of complexer maken dan het al is. Maar is daar ook nog aan voor, uh, Rob? Ja, we hebben uh, eerst gekeken van wat is de best practice. Hè. Brandweer is de grootste uh, groep waar we mee samenwerken. Dus daar zijn we mee begonnen. Uh, een aantal jaren geleden was er ook uh, een koperdief op uh, een station uh, actief. En de politie die kruipt door hetzelfde gat, uh, als waar de dief doorheen, uh, zich doorheen had geknipt. Liet dan met een hond door een schakeltuin 150.000 volt? Ja, als we dat horen, dan ga ik individueel het gesprek aan. En dan is het uiteindelijk zo: van ja, je hebt een, een, een hekwerk, hè. Uh, daar staat een hele grote bliksemschicht op, daar staat uh, let op 10.000 volt. Ja, dan is het toch een stukje bewustwording uh, proberen te creëren en dan in een, uh, in een avond waar uh, politiekorps uh, elkaar bij praten, kijken van nou, kan ik daar toevoegde waarde uh, bieden? Maar ik hoop op de Politieacademie ook een keer nog een keer een, een, de do's en don'ts van elektriciteit en gasnetten te mogen uh, vertellen. Want wij komen toch nog te vaak met ongewenste gebeurtenissen door optreden van, van politie. Oké. Okay. Ja. Maar goed, eh, brandweer, uh, gas, elektriciteit: uh, daar werken we het meeste en het, het vaakst uh, nauw mee samen. Ja, en, en politie. Ja. Uh, daar kan ik op dit moment nog redelijk uh, de incidenten persoonlijk afwerken. <laughs> okay, okay, okay. Dan is het niet om te zeggen van ik vind er iets van. Het is gewoon ter lering van gewoon weten aan welke gevaren je je bloot hebt gesteld. Ben je, je daar bewust? Uh, want ook dan geldt het is wel fijn dat degene die daar door die schakeltuin gehupt heeft ook weer veilig thuiskomt. Ja. Nou ja, aan de andere kant, je hoeft ook niet kleiner te maken of te verontschuldigen dat je er iets van vindt. Want jij hebt er verstand van hè? en mensen daarop ja. attenderen, dat kan denk ik uh, helemaal geen kwaad. Alleen... Ja, dat klopt, maar wat uh, Anton net ook zegt, van, uh, of Jeroen, die zegt van uh, wij, uh, wij doen oefenen. Hè? Uh, waar ik heel veel waarde aan hecht, is als we een keer een echte uitdruk hebben gehad, gezamenlijk opgetreden hebben, dat we daar gewoon eens nabespreken. Het woord evalueren is eng, uh, is mijn ervaring. Uh, toch een stukje kwetsbaar opstellen, maar we kunnen het meeste leren van uh, zaken met elkaar achteraf uh, bespreekbaar maken. En dan is het wel zo dat je in een, in een veilige setting, uh, dan moet het niet zo zijn dat ik als ex-jaan in een brandweerkorps het even kon vertellen. wil ik helemaal niet. Ik wil er, uh, dus daar, is wel, daar ben ik wel heel voorzichtig mee. Uh, om ja, Als we de volgende keer weer met elkaar uh, op moeten treden, dat, het dan, uh, dat mensen zich daar comfortabel bij voelen, hoe gek dat ook klinkt. Ja. een vraagje aan jou... Uh, voor wie is dit nou uh, binnen de brandweer een, een mooie module om te volgen? Het begint eigenlijk al bij de basis, de manschap a Kijk, da dat is de basis. Dat is de basis en, en daarop kun je verder naar de bevelvoerenden bevel, bevelvoeren en dan de, natuurlijk de officieren. Maar het begint al bij de basis, de maatschappelijke a Wat daar nu over geleerd wordt is heel summierd, nagenoeg niets. Kijk. En ik, ik geef die opleiding, geef ik zelf. En ik vind deze de module vind ik absoluut een meerwaarde. Om, om daar nu al met mijn groepen eens mee aan de slag te gaan. van uh, Kijk, dit is aardgas. Dit zijn de gevaren. Ja. Dus absoluut een meerwaarde om uh, al bij de basis te beginnen. Kijk. Want die vraag zie ik een aantal keren terugkomen. Ik vind het wel mooi hoe je hem ook, hoe je hem ook opbouwt, Raymond. Hè? Daar begint het. En weet je, die kan natuurlijk nog richting de bevel voeren. <laughs> ik zag je een beweging maken. naar de, ja. naar de ja, officieren. Dus ja, <laughs> ja, het geldt voor ja. iedereen, ja. denk ik. Ja. En dat is wel het mooie aan deze module. Dat we met elkaar hebben gekeken. Van, goh, nou ja, dan gaan we herhalen. Maar dat die voor iedereen uh, te doen is. En, en ook gewoon zo'n stukje bewustwording geeft. Nou ja, gewoon prettig. Kijk, mooi. Ik zie nog een mooie vraag binnenkomen van, van Pieter Jan Schouwstra van jou, Henry. En Pieter Jan die, uh, die vraagt. Heeft de grote hoeveelheid zonnepanelen in een woonwijk nog invloed op de wijze van het stroomloos maken van het net. Hmm. <laughs> ja, dat is tegenwoordig een, een leuke dimensie aan het worden, inderdaad. Uh, er zijn inderdaad, het, uh, de netten, uh, of in ieder geval het laagspanningsnet en de monteurs die worden er nu al in opgeleid. Uh, omdat ze inderdaad, uh, ja, je hebt teruglevering. Dat had je vroeger niet. Toen had je geen zonnepanelen. Maar je hebt nu teruglevering op je kabels. Dus uh, daar wordt mee opgeleid. Maar ook het veiligstellen is inderdaad een dingetje. Uh, ja. ja, Rob, die, die zal daar meer nog van weten vanuit de Nexus-kant. Nou, we hebben wel het uh, voordeel dat we. Uh, het moment dat je zonnepanelen op, het, op een woonhuisaansluiting hebt, uh, daar zit altijd een omvormer in. De zonne-energie wordt omgezet naar 230 volt en die omvormer die valt gelukkig ook uit bij een stroomstoring. Dus op dat moment hebben we uh, in, uh, voor onze begrippen uh, vanuit het netwerk geen, uh, geen terugvoeding, maar die panelen die leveren nog steeds 48 of uh, uh, 48, 42 volt. Ja. Nou ja, en, uh, ja, als je er heel veel op het dak hebt liggen, dan kan dat toch nog wel leiden tot, uh, tot, tot risicovolle situaties. Mm -hmm. Dus voor Enexiaan, uh, voor netbeheerders uh, in het algemeen geldt terugvoeding bij uh, uitval-elektriciteit. Doordat uit, uh, de omvormers uitvallen, is, is er niet. Maar Goed, uh, onze procedures zeggen wel: uh, uit, uit, uh, uitschakelen, beveiligen, testen en dan aarden. Om alle vormen van energie die dan op die kabels uh, of op het leidingnetwerk terugkomen, om uit te sluiten. Kijk. Schiet mij zo eens even te binnen. Ik hoorde net Raymond al zeggen: Nou, het begint al in eh, manschap A, hè, bij de basis. Dat snap ik binnen de brandweer. Hoe wordt met zo'n e-module binnen jullie wereld van netbeheerders omgegaan? Hoe vindt die kennisverspreiding, die opleiding, hoe vindt die plaats? Ja, de, ik ben begonnen vanavond met iedereen die in het elektriciteit- en in het gasnetwerk uh, werkt, heeft, uh, heeft daar een aanwijzing voor, zoals we dat mooi noemen: hè? een rijbewijs om in die netten te mogen werken. Um, daar begint de opleiding en die is modulair opgebouwd. Uh, voor monteur, uitvoerder, technicus uh, tot, uh, tot installatieverantwoordelijke, Dat zijn allemaal termen die wij intern gebruiken. Um, maar deze module is vooral ook voor ons als netbeheerders interessant om de samenwerking met brandweer om ook dezelfde taal te leren spreken. Ook daarin zit op alle lagen de samenwerking. Nou, en, uh, in het crisisplan hebben we een drieelaags commandostructuur. Uh, daar is het ook handig om uh, van elkaar te weten wat kunnen en mogen we van elkaar verwachten. Nou, uh, dus in die hoedanigheid is die module die we nu uh, gemaakt hebben, zowel voor elektriciteit als voor gas, eigenlijk voor iedereen interessant om gewoon eens een keer door te nemen. Het kost echt geen wereld aan tijd, maar het zijn vooral uh, nice to know-elementen. Uh, ja. Wat moet je vooral wel doen en wat moet je vooral niet doen? Nou, oh, niet to know zou ik bijna zeggen. Ja, ja veiligstellen is, uh, ik hoor vaak uh, ja, een vrijwillige brandweer is uitgerukt. En dan zegt de baas na twee uur: Goh, en was het? Ja, niks gedaan. Ja, maar als ik dan zeg maar niks doe, heb je geen lunt gespannen? Heb je, heb je de situatie niet veilig of de omgeving niet veilig gesteld? Nou, had ik eigenlijk wel kunnen doen. Nou, dat moet je dus vooral wel doen. Kijk, en, en hoe gaat dat in jouw organisatie of gaat dat ja. in, in Tenet op die manier ook. Uh, ja, de, tenet is inderdaad de opleidingsstructuur uh, exact hetzelfde. Ook uh, in de bij uh, worden wij opgeleid. Uh, en daarnaast, uh, wat ook belangrijk is om te vermelden, uh, iedere uh, vanaf een werkverantwoordelijke kant. Binnen de organisatie, alle organisaties, krijgen mensen een blauw hesje. En dat geeft ook aan dat zij coördinerend kunnen zijn op een incident. Uh, als je zo'n blauw hesje hebt, moet je dus ook weten... Hey, welke rol speel ik dan op dat moment in zo'n incident? Dat betekent dat jij ook het contactpersoon op dat moment bent voor de brandweer. De brandweer uh, weet ook dat degene van het blauwe hesje van het uh, energiebedrijf... dat de contactpersoon voor hun is. Maar dat zijn wel ja, echt, echt van die kleine samenwerkingen waar je van elkaar moet weten... Hey, er komt een blauw hesje aan, dat is mijn contactpersoon. Want op het moment dat er een incident is, en het is een groot incident, dan lopen van alle partijen lopen er heel veel mensen rond. Nou, en dan is juist die coördinatie, de afstemming, het veilig met elkaar bezig zijn, weten wat, wat je doet met elkaar, is belangrijk. En dan kan zo'n e-module uh, daar enorm aan bij, omdat daar ook voor ja, tennetmedewerkers, maar voor alle netbeheerders eigenlijk ook in staat. Ja, maar wat, wat is de rol van de brandweer dan op zo'n plek? Ja. Dus van beide kanten kun je hiervan leren, absoluut. Ik vind het een fantastisch uh, sluitstuk eigenlijk van, uh, van deze lancering van, uh, van de e-module uh, optreden bij, uh, bij gasincidenten. Veilig optreden bij gasincidenten, samen veilig optreden bij gasincidenten. Ja. Uh, de e-module gas die, uh, die verschijnt over een paar dagen, is die toegankelijk. Uh, de I-module e uh, samen veilig optreden bij elektriciteit, daar leggen we nu uh, samen met, uh, met de netbeheerders. Uh, met de brandweer en met het IFV de laatste hand aan. Uh, wat, ik, wat, ik, wat mij blijft hangen hier is ook een beetje hoe het tot stand gekomen is. Ik vind het heel mooi om uh, mee te krijgen dat, vanuit behoeftes vanuit het veld, eigenlijk op een gegeven moment dit vliegwiel op gang is gebracht. En uh, dat wij hier bij het IFV zitten, dat zie ik maar als een soort van: ja, een cadeautje voor onszelf dat we hier uh, dit in, in de etalage mogen zetten. En ik vind het ook wat dat betreft even naar de toekomst kijken. We moeten hier zorgen dat we ook uh, elkaar bij de hand blijven houden. Want kennis ontwikkelt zich ook. De netwerken ontwikkelen zich. Onze eigen technieken, technologieën ontwikkelen zich. En een e-module is wat dat betreft ook een mooie manier om het, om het actueel te houden. En uh, wat dat betreft uh, hoop ik ook dat. Uh, nou ja. Jullie uh, betrokkenheid hierbij uh, niet, niet een eenmalige exercitie is geweest. Zo ken ik jullie ook gezegd ook niet. Maar ik hoop nog wel uh, dat ook te expliciteren. En ook in de toekomst uh, met jullie uh, hierna te mogen kijken. Het is uh, 20.45 uur. 45. Niet dat ik nou heel erg van de klok ben. Maar ik vind het wel een heel mooi uh, sluitstuk. We hebben de vragen uit de chats redelijk weten te beantwoorden. Mochten er nog vragen uh, nakomen. Dan uh, kunnen we daar gewoon nog uh, na deze uitzending ook op terugkomen. Uh, alles wordt wat dat betreft uh, genoteerd en kunnen we nog beantwoorden. De e-module gast verschijnt over een paar dagen. We hebben vervolgens nog een contactpersoon die ook met uh, e-modules bezig is. Dat is mijn collega uh, Rijk.hofman.ifv.nl. Dus mocht je vragen hebben. Uh, reacties of wanneer je een paar keer door deze ei e module heen bent gegaan of denkt van hoe zit dit nou of waarom hebben ze dat zo gedaan. Uh, ik beveel het van harte aan om uh, contact met ons op te nemen. Uh, wij weten een beetje, uh, maar met z'n allen in Nederland weten we een stuk meer. En met z'n allen in Nederland hebben we rondom die energietransitie een behoorlijke klus te klaren. Uh, en een, ja. Een snelle energietransitie is een veilige energietransitie. En een veilige energietransitie is ook een energietransitie waarin we snappen hoe we optreden en hoe we samen optreden. En daarvoor wil ik jullie hartelijk danken. Voor jullie introducties, voor jullie nou ja, initiërende rol bij het tot stand brengen van deze modules en ook bij het uh, beantwoorden van de vragen. Dus Henry, Jeroen, Raymond, Rob, hartelijk dank. En ik dank u voor het kijken naar, uh, naar dit webinar. En ik hoop dat we jullie nieuwsgierig hebben gemaakt, geprikkeld hebben om de komende dagen in de e-modules te kijken en er eens lekker doorheen te lopen. En uh, zoals gezegd, we horen ook graag uh, jullie reacties op die module, zodat we enerzijds kunnen kijken, moet die nog beter? En anderzijds, als jullie hem heel mooi vinden en fijn vinden, dan is dat ook een heel leuke boodschap die we graag van jullie willen ontvangen. En doe dat vooral via, via mijn collega rijk.hofman.ifv.nl. En dan rest mij jullie nog een prettige avond te wensen en de sprekers hier nogmaals te danken voor jullie bijdrage.